Ja, opties te over. Glijden, klimmen, in de ballenbak. Ze kunnen hier wel lekker bewegen, lekker klimmen, lekker stoeien. En papa kan even rustig lezen. En papa kan rustig even wat lezen. Dat is ook bij het begin van de vakantie. Want als je kinderen dit doen, kun je als ouder zelf even ontspannen of iets anders doen. Als je tenminste een beetje tegen die heerlijke akoestiek kunt. Thuis studeren is echt beperkt tot de avonturen. En dat kan hier wel. Dat is niet ideaal, maar dat doen we wel. Dus het komt goed. En zo lijken meer ouders erover te denken. Moeders, waar zijn de kinderen? Aan het spelen. Waar? Daar. Of daar. Geen idee. Nee, eigenlijk niet. Is dat waarom het hier juist zo fijn is, dat dat kan? Ja. In januari waren er ruim 120 van dit soort indoor speeltuinen. En dat worden er snel meer. Alleen dit jaar worden er al 15 geopend. Je moet nagaan, in 2012 hadden we 8 locaties. En dit jaar denken we dat we al voor 4-voudig zijn. Met 14 nieuwe locaties alleen dit jaar al. Hier bij Staatsbosbeheer zien ze de kinderen liever buiten spelen. Buiten spelen is gezond. Je hebt hier geen bacteriën, je hebt frisse buitenlucht. Maar je gaat met dit vieze weer toch niet lekker buiten spelen? Ouders zeggen juist, we komen naar binnen, we worden nat. Terwijl die kinderen gewoon lekker met takken willen slepen. Laat ze lekker hun gang, dat is prachtig. Laat ze genieten van die mooie natuur. Binnenspelen, buitenspelen, allemaal prima, zeggen opvoeddeskundigen. Maar let op, plan niet de hele herfstvakantie van je kinderen vol. Het is niet goed voor het brein om steeds maar weer bezig te zijn. Want je gaat uiteindelijk, als je volwassen bent en je die rust niet neemt en niet weet hoe dat moet, ga je gewoon naar een richting een burn-out. En daar zijn er heel veel van op dit moment. Dus je moet je als kind eigenlijk leren vervelen? Je moet je eigenlijk als kind leren vervelen. Al kan ik me best voorstellen dat het ook fijn is. En vanavond zijn ze moe. En vanavond zijn ze moe, je gooit ze onder de douche en naar bed. Ik zeg prima geregeld.